Midden in de Utrechtse straat in Amsterdam, in een kleine tentoonstellingsruimte van een kantoormachinehandel, kunt u, als u wilt en de tekens kent, een Japanse brief tikken op een meer dan 50 jaar oude schrijfmachine met maar liefst 3000 tekens. Het is een van de pronkstukken uit een verzameling antieke schrijfmachines die de twee firmanten in de laatste 20 jaar bijeenbrachten. Elk teken wordt in een soort hulsje gevoerd, vervolgens aan de bovenzijde door een rolletje van inkt voorzien en dan door een hefboom op het papier gedrukt. De Japanse machine is er één uit een totaal van ongeveer 200 die deels verkregen werden door inruil, maar die ook gekocht werden op het Waterlooplein of op de vlooienmarkten in Brussel en Parijs. Er zijn schrijfmachines uit bijna alle landen die zich ooit op de productie ervan hebben toegelegd. Dit is een in Duitsland gebouwde Cosmopoliet uit 1888. Duidelijk gebaseerd op het éénvingersysteem. De Amerikaan Lambert liet zich leiden door de telefoonkiesschijf toen hij in 1896 dit schrijfapparaat maakte. Handen en voeten kwamen te pas aan de Remington uit 1873, de oudste machine uit de collectie. Het door de vroege naaimachine geïnspireerde voetpedaal diende om de wagen te laten terugrijden. Evenals bij tal van andere oude machines moest de rol worden opgelicht om te kunnen controleren wat men geschreven had. Dit is een Helios Climax uit 1914, de eerste machine met een schrijfkogel. Op hetzelfde principe zijn de moderne schrijfmachines met zo'n kogel gebaseerd, waarmee nu elektrisch wordt getypt. Ook op het gebied van machineschrijven is er dus niets nieuws onder de zon.